Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag is bij mij te gast hoogleraar politieke filosofie en wijsgerige ethiek aan de Universiteit Tilburg, Theo de Wit. Theo, welkom. Leuk dat je hier bent. Om het uh, te hebben over een bijzondere tekst vandaag. We gaan het hebben over uh, wat men noemt colloquiaal de geweldstekst van Benjamin. Zul kritiek der geweld. Een tekst die werd geschreven in 1921 en waar jij je ook in jouw filosofische carrière volgens mij veelvuldig ook mee bezig hebt gehouden. Um, misschien leuk om, voordat wij over deze tekst uh, wat gaan zeggen, iets te zeggen over de auteur, die misschien niet bij veel van onze kijkers een hele bekende zal zijn, Walter Benjamin. Um, misschien leuk om iets te zeggen, niet alleen over wie is Walter Benjamin als denker. Uh, en waar kunnen mensen hem misschien wel van kennen, maar misschien kan je ook iets zeggen over jouw persoonlijke interesse in het denken van Walter Benjamin. En waarom jij hem nog steeds zo'n interessante, interessante filosoof vindt. Ja, met het laatste te beginnen. Um... Lang geleden, de tijd dat ik mijn proefschrift schreef, uh, heb ik mij ongeveer zes jaar lang bezig gehouden met de Republiek van Weimar. Ja. Dus historisch, maar ook vooral juridisch en filosofisch. Een uh, republiek van kortstondige aarde hebben stond ongeveer ja, van 1919 precies. tot 1933, op ja. het moment dat uh, dus Hitler eigenlijk daar, door uh, Hitler beëindigd. Precies. Nou, dat is natuurlijk tot de dag van vandaag ook uh, een soort van trauma. In, in de zin van dat wij uh, bijvoorbeeld af en toe bang zijn voor wij macht toestanden Ja, ja. Dat, dat, dat speelt natuurlijk tot de dag van vandaag. Maar het was ook een tijd, dat geldt ook voor de Republiek zelf, van enorme experimenteerlust. Precies. En in de kunsten, we, ja. in de, in de, literatuur, kunst, in de maar literatuur, ook in de, ja. Ja. In de, in de sociale praktijken, ja. en mensen proberen ja. allemaal nieuwe manieren van leven ook wel ja, enorm. te luiden in die tijd. Ja. Ook natuurlijk wel. Om de achtergrond was natuurlijk die verschrikkelijke eerste Wereldoorlog. eerste Precies. Ja. En die heeft heel wat uh, ouderwetse 19e eeuwse beelden van vooruitgang eigenlijk in één klap vernietigd. Ja, bijzonder in Duitsland ook. Ja, wel, hè? ja. vooral in Duitsland. Ja. Ook elders hoor, ja. eerlijk gezegd. Nou, uh, in, die zin, in die zin is het een, een interessante tijdvak... ook uh, om te bestuderen wat gebeurde nou net na zo'n catastrofe in een land. Ja. Nou, ook op het gebied van filosofie. Nou, en je hebt eigenlijk al gezegd... de tekst waar we het vanmiddag over gaan hebben... is uh, een tekst uit 21... Dus dat is helemaal niet lang na het einde van de oorlog. Ja. En ook in een land dat grote turbulentie kende in die, in die tijd: van links en van rechts. He, dus uh, het, het ging eigenlijk om tegenstanders van de republiek van linkerkant ja. en van de rechterkant, ja, eigenlijk van mede van. Ja, mensen aan de linkerkant die waren ook wel kritisch op de sociaaldemocraten die ja. onder uh, uh, ja. Ebert, hè, Friedrich Ebert, de, de, de president van Duitsland, van de Republiek op dat moment, ja. hè, die ook op zijn eigen manier ook een ondersteuner was van de oorlog. Er waren ja. natuurlijk linkse partijen onder andere onder leiding van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, ja, eh, dat soort figuren, die hebben ook ja. toen al zich afgesplitst van, van de sociaaldemocraten ja. in een vroeg stadium van die oorlog en gezegd van nou, jullie steunen die oorlog, wij zijn er van die kant op tegen. En dat etterde ook door natuurlijk in die eerste periode van de Weimar Republiek. Ja. En dan zie je natuurlijk ook dat voor het eindigen van de oorlog was Duitsland in principe nog een keizerrijk. Het was helemaal niet de ja. democratie. Ja. Met de Republiek ja. wordt Duitsland voor de eerste keer in zijn geschiedenis ook een vorm ja. van echte parlement. Democratie. Ja. En daar zijn weer heel veel mensen en types op rechts die uh, nou, nogal wat kritiek ja, uiten op van dat beide Van beide kanten, in, inderdaad. Ja. Dus ook het ook democratisch. Uh, Wij was een experiment. Precies. In a way. Ja. ja. Hè? Nou, dan even naar Benjamin. Nou, Benjamin uh, is geboren 19, 1892. 98, ja. uh, dus die was nog een jong. Ja. He, hij, heeft, hij heeft niet gevochten in de oorlog. Eigenlijk heeft hij zich meer of meer onttrokken aan de oorlog. Ja. Vooral eigenlijk vanwege persoonlijke ervaringen. Ja. Een van zijn vrienden heeft zelfmoord gepleegd, exact. Zulke, zulke dingen. Ja. Moet, je, moet je aan denken. Nou, um, hij stamde van welvarende Joodse afkomst, ouders... Ja. Uh, nou, niet zo welvarend dat hij uh, zeg maar nooit financiële problemen had. Want toen hij eenmaal moest vluchten voor de nazi's. Hij heeft in, 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 in Parijs een tijd gewoond. Ja. Uh, waar hij eigenlijk in zelf in grote armoede heeft geleefd. Moest altijd geld lenen van ja, vrienden. Precies. Zeer vernederende ja, ja, brieven schrijven ja, aan goede ja, bekenden van hem. Ja, precies. ja en dat is, speelt eigenlijk zijn hele ja, leven lang. Ja, speelt, speelt eigenlijk zijn hele leven, ja. En hij is ook niet oud geworden. Nee. 48 jaar ja, ongeveer. Ja, 48 jaar. Sterft in 1940. Ja, ja. Dus hij eigenlijk, ook, ook wat dat betreft, is het een behoorlijk tragisch leven. Ja. Hij is op de vlucht voor de nazi's, letterlijk proberen te vluchten door de Pyreneeën richting ja. Spanje. Ja. En daar dreigde opnieuw hij te worden vastgepakt en overgeleverd aan de Gestapo. Ja. En toen heeft hij dus een soort overdosis... Uh, uh, Morfine of zoiets genoemd. Ja, inderdaad, precies zo. Zoiets... Dus hij heeft er eigenlijk een einde gemaakt aan zijn leven. zijn eigen leven, ja. Terwijl de volgende dag op een zeer uh, eigenlijk noodlottig... Uh, iets wat kenmerkend is eigenlijk voor Benjamins hele levenservaring... Ja. is dat de volgende dag gaat de grens gewoon weer open. Het ja. gezelschap waarmee ja. hij reist trekt wel door naar Spanje. Ja. Ja. En Benjamin zelf trekt naar ja. het kortste eind. Ja. En eigenlijk dat ja. hele pechmotief... Ja. dat speelt er ook doorheen Benjamin's ja. hele leven. Ook ja. wel. Vaak grote ja. momenten dat iets voor hem goed zou kunnen uitpakken. Dat gaat niet door. Ja. Daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben. Maar inderdaad, ja. het is uh, het ja, kenmerkend dus, voor zijn tragische ook, ook leven. Ook wat betreft... Kijk, Benjamin heeft, heeft ontzettend veel geschreven. Ja. Uh, pas in 1972 zijn eigenlijk de volledige uh, uh, geschriften gepubliceerd. Ja. Dus dat is eigenlijk vele malen later. Die zijn een lange tijd... Er zijn wel geschriften verschenen eerder... maar het, het echte verzameld werk is pas vanaf de jaren 70 eigenlijk gepubliceerd. Ja. Nou, uh, en... Benjamin had ook in zijn eigen tijd maar weinig succes met zijn geschriften. Ja. Nou, hij schreef wel eens voor kranten, hij schreef opstellen, essays, waar hij wel wat mee verdiende, maar hij, hij is zelfs zijn proefschrift is afgewezen. Precies, ja. Dit soort dingen, nou, ja. dat is natuurlijk ook voor elke promofend die zegt echt een behoorlijke catastrofe. Ja. nog zo'n uh, voorbeeld van die zo... pech inderdaad ja, ja, ja van die catastrofes die zich opeens stapelen. dus hij is een voorbeeld van een, uh, ja, iemand met een eigenlijk best een, een, een tragische levensloop. 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 Ja, ja. Dat, dat, uh... nou het des te interessanter is het dat hij na zijn dood uh, tot de dag van vandaag een enorme ontvangst heeft. Ja. In de zin van mensen die zich interesseren voor bepaalde, meestal zijn het dan voor delen van zijn oeuvre. Ja. En dat oeuvre bestaat uit ook zeer heterogeen. Hij heeft veel geschreven over kunst, veel over taal, Precies. esthetica in het algemeen, ja. maar ook wel over politiek-filosofische onderwerpen waar we het eigenlijk vandaag over zullen hebben. Ja. Um, maar eigenlijk is die moeilijk in te passen in een hokje. Ja, metafysische thema's als tijd ja, en de ja. aard van de werkelijkheid ja. en uh, de epistemische, epistemologische thema's. heterogeen. Ja, zeer precies. Dus, dat, ja. dus hij, hij. En ook inhoudelijk is die moeilijk te plaatsen. Ja. Want je zou kunnen zeggen: sommigen zeggen, ja, Benjamin die was een marxist. Mm -hmm. Maar dan mm, zou ik zeggen, dat was hij toch maar. Heel gedeeltelijk. Ja. Als die arme al neo-Marxist zou ik eerder zeggen. Of nog sterker, hij was eerder een soort Joods-mystieke Marxist. Ja. Dat. Dus Precies. Hij past niet in het schema van die uh, ja, hardhouten Marxisten... die je in die tijd had, integendeel Ja, bijvoorbeeld de Frankfurter Schule... Ja. filosofen ja. zoals Adorno en Horkheimer... die natuurlijk veel ja. explicietere denken van Marx oppakken... Ja. en dat ook heel erg goed lezen, overigens. Ja. Dus Benjamin ja. natuurlijk uh, uh, heeft ja. wat vrienden... hele goede vrienden uh, die ja. zijn, Marxist... en een uh, romantische relatie. Adorno die, was uh, een goede vriend van hem. Exact. Ook Bertolt Brecht bijvoorbeeld ja. was ja. een goede vriend. Achalachis, natuurlijk Asja mooi. Ja. Hè? De, 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 de inderdaad sovjet ja. uh, poëten onder andere ja. ook. Ja. Dus veel uh, ja. En zo, ja. inderdaad, zo gaat het een, een geweldig meer. eigenzinnige figuur. Ja. Uh, die tot de dag van vandaag eigenlijk moeilijk in te passen, is in een, een of andere stroming Precies. of. of uh, 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 en ook inhoudelijk. Kijk, een van de dingen, bijvoorbeeld die je bij uh, Benjamin vindt, en dat is dan eigenlijk al, kun je al behoorlijk actueel maken, dat is zijn aandacht voor. De vorige geslachten en de geknechte voorouders met name. Dat is, dat is bij hem bijna constant een, een thema. Mooi gezegd, ja. Dus, um, er gaat een appel uit van een traditie. Ja, ja. ja. Van, van overlevering. Ja. Van een traditie van... Um, ...geschiedenissen, van, leidersgeschiedenissen. Dat. Ja. En daar zit natuurlijk ook echt een hele trouw aan de Joodse... Het traditie in, precies. Dat je eerst moet kijken naar je voorouders. Ja. Wat, wat is hun geschiedenis geweest. Nou, wanneer we nu kijken, hè, als we toch het actualiseren wat er nu gebeurd is twee dagen geleden met de BBB. Denk ik een van de dimensies van wat er, wat er eigenlijk vandaag gebeurt, dat die partij zo'n enorme overwinning heeft behaald, heeft ook te maken. Met de neiging van een liberale politiek, die wij natuurlijk nu al een aantal decennia hebben. om alles wat met het verleden, met overlevering, met traditie. met agrarische overlevering te maken heeft. eigenlijk te beschouwen in het beste geval als een soort franje. Ja. Nou, als, als je kijkt naar de geschiedenis, de agrarische geschiedenis. van de afgelopen. zeg maar na, na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in zekere zin zelf een voorbeeld, want ik kom uit een boerengeslacht. Dan zie je dat die geschiedenis behoorlijk spectaculair is. Ja. Daar is maar een, ongeveer een tiende over van het aantal boerenbedrijven. die nog in 1950 bestond. Dus, en dat is gepaard gegaan met een enorme schaalvergroting. Dus dat zijn, dat zijn geschiedenissen die er behoorlijk hebben ingehakt. Dat. De meeste mensen die vroeger boer werden... op een verzelfsprekende manier zijn dat niet meer. Ja. Het hele, de hele status en de karakter van boer zijn is totaal veranderd. Die geschiedenis is eigenlijk in een liberaal, in, bij een liberale, voornamelijk liberale regering... eigenlijk behoorlijk oninteressant. Ja. En ik denk dat als we iets kunnen leren van deze overwinning... is het ook, en daar zijn we wel een beetje bij Benjamin Precies. weer... is het ook dat... Um, wij, wat we kunnen leren is de wijsheid van de boeren, de ervaringsweten van boeren die een hele geschiedenis met zich meedragen, families. Ja. En um, naast het weten van experts, wetenschappers, politici en, enzovoorts. Ja. Milieu, milieukundigen enzovoort. Ja. Allemaal relevant. Ja. Maar dit, de, de wijsheid van ervaren moet, moet meer stem krijgen. Precies. Ja, en daar, daar zit de band met Benjamin. Ja. Want Benjamin had eigenlijk als impuls ook om. Kijk eerst naar de ervaring van vorige geslachten. om, om je niet te vergrijpen aan de toekomst. Ja. Dat, dat, dat is zijn impuls eigenlijk in zijn hele oeuvre. Een ja. motief dat speelt doorheen ja. heel zijn denken. En natuurlijk ja. ook verschillende soorten uitwerkingen krijgt... in de ja. verschillende teksten die hij schrijft. Dus een, een, van de, een van de titels die hij zichzelf gaf... hij zei van, ja, ik, 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 ik heb eigenlijk niet veel te vertellen... zei Benjamin een keer. Ik ben een lompe verzamelaar. <laughs> ja. ja. En daarmee bedoelt hij natuurlijk allereerst... te verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog... Ja. He? Dus de enorme catastrofe, de enorme... De versplintering verspl ja. van de cultuur... maar ja. ook letterlijk ja. Ja. van de mensenlichamen en van de werkelijkheid. lichamen en, ja. Ja. en alles. Dus het, ik heb eigenlijk weinig anders te bieden dan... stem geven aan de, lomp, aan de lompen. Ja. En mensen die ze dragen. Ja. Dat, dat was een beetje zijn houding als intellectueel. Ja. Eerder dan iets, iets heel nieuws... Uh, nee. Blijf eerst eens trouw aan deze geschiedenis, van, van deze leidersgeschiedenis. Ja. Dat, dat is zijn impuls. En fragmenten van die geschiedenis ja. zijn overal op te duikelen. Ja. Um, en er zijn belangstellingen dus ook voor zeg maar, het verleden, met name ook bijvoorbeeld de 17e eeuw. Hè? Ja. En hij heeft, hij heeft bijvoorbeeld een hele interessante studie over de barok. Precies, en het Duitse treurspel. Ja. Duitse treurspel. Een Duitse treurspel. toneelvorm dus, die ja. populair was in die tijd, ja. Dus ook, ook als een soort verwerking van eerder leed. Daar, daar was hij dus heel erg gevoelig voor. Precies. En ook um, ja, heel scherp. Ja. Nou, misschien dat zijn dat twee mooie aspecten die je al noemt. De receptie van niet alleen maar de traditie... maar ook een, laten we zeggen, de, de, de wondengeschiedenis van ja. jouw eigen voorouderen. En hoe die geschiedenis zich ja. dus ook op een bijna onbewuste manier blijft heraandienen. Volgens mij noemt Benjamin dat op een zeker moment ook wel het onvergeetbare of het onvergetelijke. Ja. Ja. Dus het is dus ook bijna een soort van ook hoe een trauma onvergetelijk is. Zelfs ben je niet meer bewust van wat er nou is gebeurd. Ja. Je onbewuste... Ja. Draagt, in, je onje, in je onbewuste draag je dat met je mee. Vergroot dat dus ook naar een meer. Nou, dus he, je trekt dat op volksschaal of op samenlevingsschaal. Je kan ja. dus ook als samenleving bepaalde wonden met je meetillen. Ik denk ja. dus dat dat ja. idee van een soort historische overlevering. dat is iets moois, denk ik, om aan de hand van deze tekst ja. op te pikken. Ja. En ook dat ja. contrast, wat je mooi schetst. Tussen precies, dus een meer beleefde vorm van ervaring. Versus een. Ja. Versus een een manier van het beschouwen van de ervaring... al volgens bepaalde gestratificeerde, gestratificeerde ja. kenschema's Ja, al pas statistisch. Statistisch, technocratisch, ja. uh, 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 ja. dan bureaucratisch, maar ook... Hè, dus, dus functionalistisch ja. en op ja. controle gericht. Die distinctie komen we denk ik ook sterk tegen... in ja. wat Benjamin in deze tekst gaat nou beschrijven. Ja, ja, zonder meer. Dus, ja. Misschien om jouw eigen voorbeeld... Of, en ook voorstellen over het verloop van dit gesprek... misschien wat nader te volgen. Er zit natuurlijk al in de hele titel van de tekst zo kritiek der gewalt ja, kom je misschien ja. al iets teken van die thematieken die we hier nu bespreken maar die titel ja. aan zich illustreert al iets over hoe ongelooflijk doorwrocht en complex Benjamin schrijft ja um, ja want we kunnen zelfs aan de twee centrale concepten in die titel eigenlijk al een behoorlijke voorbespreking ook al wel wijden. Benjamin hanteert dat geweldbegrip op zijn eigen specifieke manier, ja. dat kritiekbegrip op zijn eigen specifieke manier. Uh, misschien zouden ja. we die twee concepten alvast kunnen uitpakken voordat we wat nader verder die teksten in gaan duiken. Ja. Nee, dus goed, kijk, als je die, die teksten. de titel is heel kort: Zoek kritiek ja. der geweld. Nou, in het Nederlands is dat vertaald, nee, niet onjuist, denk ik. Een kritische beschouwing van het geweld door Mark Wildschut onder andere, een bekende van ja. de kijkers van dit kanaal. Mark Wildschut die vertaalt ja. ook onze eigen publicaties bij de uitgeverij De Nieuwe Wereld, maar dat zit ja. ik tussendoor. Sorry. <laughs> ja, dus een kritische beschouwing van het geweld, maar zelfs die titel kan, kan je ook op een verkeerde been zetten, mm. want het woord geweld in het Duits. Heeft een interessante dubbelzinnigheid. Ja. Het is geweld, zoals wij daarover praten. Uh, violence. Ja, bruut geweld. Bruut geweld. Mm. Ook staatsgeweld, bijvoorbeeld, hè? kan het zijn. Ja. Geweld. Politiegeweld. Politiegeweld. Ja. Het, kan, het, het betekent daarnaast eigenlijk ook gewoon macht, of autoriteit zelfs. Ja. Zoals je spreekt in het Duits, in het Duits over. Geistige geweld, dat is gewoon de, de macht van de kerk. Ja. De autoriteit van de kerk. Ja. Als wij het hebben over de scheiding der machten, ja. dan zijn dat ook ja. de machten waaraan je kan denken. Het geweldig. is dus zowel, zeg maar, macht in de zin van potestas, ja. Latijns, ja. Uh, potestas. En dat is eigenlijk gewoon uh, ja, de macht van de staat, Fysiek. de autoriteit van de staat. Maar het heeft ook die betekenis van het, dat eerder echt geweld toepassen. Fysiek geweld. Fysiek geweld. Ja. Die twee dingen, als je de tekst leest, dan is het soms ook niet eenvoudig om het juiste woord te kiezen. Want elke keer staat er in het Duits geweld. Ja. Soms inderdaad moet je het vertalen met macht, soms moet je het betalen met geweld. Ja. Nou, dat is, is zo'n ding. Ja. En dan het woord kritiek. Kritische beschouwing van het geweld. Wij zouden in eerste instantie misschien zeggen, dat betekent zoiets van, uh, hij is tegen geweld. Ja. He? Of, of hij heeft kritiek op geweld. Ja, hij kritiek op. Ja, dat zouden wij misschien zeggen. En toch is dat eigenlijk niet waar het opstel over gaat. Eerder zou je kunnen zeggen, misschien is dat ook een soort vertaling. een kritisch onderzoek naar geweld. Ja. Ja. In die dubbele betekenis. Ja. Een kritisch onderzoek, een kritische bevraging, een kritische beoordeling, zoiets. Ja. In, 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 dat, dat betekent dan het woord. Kritiek, precies. In het Duits. Ja, kritische evaluatie. Kritische evaluatie van het geweld. Ja. Zo, zo, zo zou het eventueel ook vertaald kunnen worden in, in vlot Nederlands. Ja. Ja, in, in die, dat iedereen uh, verstaat. Ja. Nou, dat, dat is dan inderdaad een, 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 uh, een soort van eerste probleem, dat, dat woord geweld op verschillende manieren wordt. wordt Gehanteerd in die tekst. Ja, en verschillende boventonen ja. van dat begrip ja. wordt er dus ook dankbaar gebruik van gemaakt door Benjamin. En hij zet ja. dus ook die associaties met dat begrip gaat hij extra ja. problematiseren en in, ja. op een interessante manier inzetten in zijn argument. Ja. Nou, dan misschien eigenlijk, dat is nog het meest eenvoudig uit te leggen. Waar gaat de tekst over? Als je dat mij vraagt in één zin, dan gaat het over recht en rechtvaardigheid. Hoe hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja. Nou, dat, wij weten allemaal, recht is niet hetzelfde als rechtvaardigheid. Hè? Dat betekent dus bijvoorbeeld, er bestaat recht dat niks anders is dan de codificatie van onrecht. Hè? Denk bijvoorbeeld aan uh, apartheidsgezien. Precies, precies. Daar is gewoon apartheid vastgelegd ja, in de wet. Exact. Maar denk bijvoorbeeld ook, dichter bij huis, aan uh, wat wij hebben meegemaakt met de toeslagenaffaire. Precies, ja. Ook daar is uh, duidelijk geworden dat daar ook het recht is gebruikt om onrecht te doen. Te doen. Ja. En te verhullen ook. Hè, dus nou, dat verschil begrijpt iedereen. Uh, dat er een verschil is tussen recht en rechtvaardigheid. Precies. Ook trouwens het omgekeerde. En nou wordt het bijna nog interessanter. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat rechtvaardigheid zich op bepaalde momenten tegen het recht keert. He? Iedereen die een sterk gevoel van onrecht ervaart, komt vroeg of laat voor de vraag te staan: neem ik genoegen met de middelen die we nu hebben? Namelijk de middelen van het recht, ja. de middelen van het protest, de ja. middelen van eventueel burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook precies. weer relevant. Ja. Of, of moet ik verder gaan? En dat is een kwestie van, um, ja, inderdaad, ook politieke passie voor rechtvaardigheid. Of gerechtigheid, misschien nog een beter woord hier. Dus met andere woorden, ook de rechtvaardigheid kan zich op bepaalde momenten tegen het recht gaan keren. Of zelfs tegen de rechtsorde als zodanig. En dan komen we in de buurt van dingen als revolutie. Mm. Een revolutie is wat dat betreft natuurlijk een geweldig, ongelooflijk interessant fenomeen. Een revolutie is eigenlijk. je wilt een nieuwe orde stichten. Mm -hmm. Daarvoor moet je de oude orde omverwerpen. Vanuit de oude orde gezien is dat natuurlijk illegaliteit. En he, vandaag wordt het meestal ook terrorisme genoemd. He, ook de meest erge despoten die, die zien elke vorm van oppositie als terrorisme. Dus je staat voor de, voor de vraag, als zeg maar, revolutionair: tot, tot, tot hoe ver kan ik gaan? Ook dat is natuurlijk ontzettend relevant, denk aan Extinction Rebellion ja. en dit soort, ja. dit soort bewegingen. Maar zelfs ook aan, aan de BBB. Ook, ook die hebben voor de vraag gestaan, en staan soms misschien nog wel... voor de vraag van, kunnen wij met puur legale middelen genoegen nemen? Dus dat is een, een geweldig... In de Weimarrepubliek Republiek speelde dat ook heel concreet. <coughs> er waren gewoon communisten die wilden... Van Weimar een communistische heilstaat maken. We hadden de Russische revolutie niet. niet, niet, niet uh, een paar jaar achter de rug. Ja. Dus daar was een enorme boost. had dat gegeven aan. Nou. Ook, ook dit speelt dus bij Benjamin een rol. een zekere belangstelling. voor die meer extreme vormen van strijd. Hè? Die hij voor een stuk ook zelf steunde. Bijvoorbeeld in die tekst gaat het op een gegeven moment over staking. Een stakingsrecht. Ja. Of zelfs nog fundamenteler, een zogeheten proletarische algemene staking. Precies. Klinkt bij ons misschien een beetje ouderwets intussen. Maar een proletarische algemene staking, dat was eigenlijk zoiets als een staking die niet louter gericht is op het verdienen van meer loon, op betere arbeidsomstandigheden, nee, op een nieuwe orde. Hmm. Dus vandaar dat onderscheid dat in het hele tekst een rol speelt bij Benjamin tussen zogeheten handhavend geweld en stichtend geweld. Ja. Handhaving is natuurlijk het politiegeweld, het staatsgeweld ter bescherming van de bestaande orde. Stichtend geweld, de uiteindelijk stichting van een nieuwe orde. En alle dilemma's die daarmee gegeven zijn, met deze twee met deze twee vormen van geweld... die interesseren Benjamin in dit, in dit stuk. Benjamin zegt eigenlijk... van geweld kan zich alleen maar op twee manieren manifesteren. Of ja. het manifesteert zich in de vorm van... een wet stichtend geweld. Dus dan is het ja. dus ook een geweld... dat een nieuwe ja. orde probeert te stichten. Of het ja. is een geweld dat... Een bijdrage levert aan de handhaving van de reeds bestaande ja. orde. Ja. Maar elk geweld dat dus niet hoort tot die laatste categorie, uh, handhavend uh, geweld of ja. rechtsbehoudend geweld, ja. moet dus ook voor elke bestaande rechtsorde een vorm van bedreiging uh, betekenen. Ja. Want dat geweld maakt dus ook voor die bestaande orde dat een nieuwe orde dient zich aan. Ja. En dat illustreert ja. dus ook wel waarom een staat, zoals in het geval van de Boerenprotesten of zoals in het geval van een Extinction Rebellion, met ja. een zeker, zijn eigen geweld ook weer heel erg. Expliciet moet gaan manifesteren. Ja. Omdat het ja. zich, in Benjamin's woorden althans, dus eigenlijk zorgen maakt. om het vermogen van die ja. protestanten. van, van de protesteerders of van de, van de oppositie. of van deze revolutionairen, als je ze zo zou ja. willen noemen. de komt van Benjamin. Ja. om een nieuwe orde te stichten. Um, ja. Dus bijvoorbeeld, uh, 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 heel recent. Uh, misschien hebben veel mensen dat filmpje gezien van de VVD verkiezingsspotje van de VVD. Ja. Nou, wat zag je daar? Je zag daar mensen die aanvallen pleegden... of stenen gooiden naar politieauto's en dat soort dingen. Precies. Nou, toen kwam eigenlijk de boodschap van... Uh, zij gaan stemmen. U toch ook? Ja. ja. Dat is dus... VVD positioneert zich hier als de partij van law en order. Precies. Nou... Dat dus de partij van het handhavende geweld, als het nodig is. Ja. Dat is de boodschap natuurlijk. Ja. Die je nauwelijks kunt missen. Ja. Dus in die zin is het ook gewoon in Nederland. De, dit onderscheid van Benjamin. weer best relevant aan het worden. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland. een tijd lang een behoorlijk uh, ja, stabiele. democratie gehad, ja. liberale democratie gehad. Ja. En als je naar de rest van de wereld kijkt. Is Nederland eigenlijk in veel opzichten nog steeds een baken van stabiliteit en van uh, rust en zelfs van welvaart? Precies. Hè, dus we moeten ook de dingen in, in perspectief blijven zien. Maar tegelijkertijd moet je wel zeggen: daar is in Nederland al een jaar of twintig minstens behoorlijk wat aan het rommelen. Ja. En dat maakt dat ook zulke denkers zoals Benjamin uh, minder moeilijk. Minder abstract zijn voor ons als het gaat over dit soort onderscheidingen tussen stichtend geweld en handhavend geweld en, of zelfs anarchistisch geweld. Ook, ook daar heeft hij het over. Ja. He, want je vindt bij Benjamin, op een gegeven moment in het stuk, een zekere onbehagen met het recht als zodanig. Mm -hmm. He, en en dat, dat is natuurlijk wel, wel ja, hij. Hij is niet zomaar een voor het stichtende geweld of voor het handhavende geweld, want ook dat valt echt heel goed duidelijk te maken in onze eigen termen. We weten natuurlijk allemaal: revolutie, contra-revolutie. Vaak is het lot om oud ijzer, mm -hmm. ook, ook wereldwijd gezien, precies. He, dus de, de, de nieuwe machthebbers blijken net zo erg of zelfs erger dan de vorige. Ook dat hoort tot de, de wijsheid van de mensheid. Ja. Dat, dat inzicht. Dus er zit ook een soort van <coughs> cyclus bijna in die twee vormen van geweld die Benjamin ja. illustreert. Ja. Een, een Het recht behouden ja. geweld wordt weer vervangen door een nieuwe orde. Die ja. gaat zichzelf ook weer proberen en, te behouden. En, maar wordt dan zo ook zo. weer. Een ja. ja. eeuwige cyclus, een mythische cyclus, zegt Benjamin, is ja. dus ook wel van ja. geweld. Ja. Een soort heen en weer, ja. waar je natuurlijk als gewoon mens en als, ook als burger. Eerlijk gezegd, behoorlijk gedeprimeerd van kan raken. Mm. Oh, is dat, is dat nou de wereldgeschiedenis? Ja. Nieuwe machthebbers zijn net zo erg als de vorige. Of, of zijn in het begin even met iets nieuws bezig, maar daarna, daarna is het toch weer terugvallen in het oude. Of, of erger. Het is niet moeilijk voorbeelden daarvan te vinden. Precies. In, in mijn jeugd was het bijvoorbeeld heel bonton om naar Nicaragua te gaan om daar die boeren enzovoort, die revolutionairen, te helpen. Ja. Intussen weten wij dat diezelfde machthebbers van destijds... Ja. intussen een dictatuur hebben gevestigd ja. in dat land. Ja. Een verschrikkelijke dictatuur. Precies. Dus maar één voorbeeld, eigenlijk zelfs uit mijn eigen levenstijd. Ja. Ik heb nog mensen gekend die naar nou Nicaragua gingen. Allemaal met goede bedoelingen. Om daar, om daar iets te helpen, om daar iets... Nou, met, met, met goede, goede... Ja, met een goede passie. Dus, nou... Het inzicht van Benjamin is wat dat betreft dus eigenlijk al een stuk verder. Dat is van, hé, hey, blijkbaar is het zo dat stichtend en behoudend geweld of handhavend geweld elkaar afwisselen in een soort van cyclus. Ja. Is daar een uitweg uit? Of is dan natuurlijk de volgende vraag? Nou, er zijn in die tekst. Uh, Passages waar je merkt hij zoekt een uitweg uit die, uit die cyclus. En dan komt hij ook plotseling met een hele nieuwe term die in het eerste stuk helemaal niet voorkwam. Dan heeft hij plotseling over goddelijk geweld ja. in, 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 in het stuk. Ja. Denk je, goddelijk geweld? Uh, begint hier de vrome Jood ineens uh, mm. aan, 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 aan het woord te komen? Ja. Wat, wat is dat? Ja. Nou, ik heb ook best zitten kouwen op die tekst, op dat punt. Wat, wat zou hij nu eigenlijk bedoelen? Ja, want hij is ook vrij eigenlijk. Hij, is niet, ja. hij geeft geen definitie, niet als zodanig. Nee. De definities die hij geeft zijn ook weer mysterieus op hun eigen ja, manier. Ja, dus het is ja. voor vele interpreteren van, in, van deze tekst blijft ja. dat een groot mysterie. Wat ja. bedoelt hij nou eigenlijk met dat mystieke? Ja. Wat is het nou eigenlijk? Uh, dat goddelijke geweld. Ja. Nou, als, als ik de tekst lees en herlees, dat heb ik natuurlijk een aantal keer gedaan, want het is geen eenvoudige tekst. Zeker maar, niet. Nou, eerlijk zijn, dan. Um, Kom ik uiteindelijk tot zoiets? Wat Benjamin eigenlijk beschrijft, is rechtvaardigheid beoefenen, is eigenlijk altijd iets unieks. Je, je kunt maar rechtvaardig zijn op een concreet, op een concreet punt, op een concrete casus, gebeurtenis. Je kan niet echt een regel maken, nee. zeggen van... in elk geval kan in, je precies ja. zo handelen en dan zit je goed. Ja, je ja. moet telkens opnieuw ja. een afweging maken. Ja. Dus er zit iets heel erg um, unieks in elke daad van rechtvaardigheid. En zodra je daar een machine van maakt begint het onrecht eigenlijk alweer de kop op te steken. Ja, rechtvaardigheid is situationeel. Ja, op het ja. moment dat je inderdaad eigenlijk precies dus ook dat aspect van recht van het proberen te creëren van een universele maatstaf die overal ja. en altijd ja. geldig is, is dus precies eigenlijk waarvan men je in de mogelijkheid betwist. Ja. Je kan dat niet doen zonder nee. weer in dezelfde cyclus van geweld terecht ja. te komen. En precies dat is dus een van de ja. redenen waarom je dus probeert om te zeggen van ja, maar dus ja. je kan rechtvaardigheid niet als een regel nee, opvatten. Nee. Dus de, de rechtvaardigheid is dus, heeft dus iets heel erg um, excessiefs. Ja. Laat dat woord ja. eens vallen, excessief. Hm. Het is een soort excess. Ja. Een excess van het recht. Het hm. recht is natuurlijk betrokken op rechtvaardigheid, Alles is het snel afgelopen met het recht, hm. zonder die pretentie. Ja. Tegelijkertijd is elke echte van rechtvaardigheid uniek en situationeel. Iets wat daar toch heel dichtbij komt, dat het toch voor ons heel makkelijk te begrijpen is, is elke goede rechter weet wat dit betekent. Want een rechter is niet alleen bezig met mechanisch de wet toe te passen, te kijken in het wet wat staat daar. Nou, heeft, heeft deze meneer of mevrouw dat gedaan? Staat die straf bij? Nee, een goede rechter kijkt naar de unieke casus... en de, de unieke persoon die daar voor hem of haar staat. En die moet eigenlijk, je zou je kunnen zeggen... in zekere zin de wet, de wet ook uitvinden. Ja. Daar zijn natuurlijk regels, ja. daar, zijn, daar zijn kaders. Dat is ook belangrijk. Maar om recht te doen... In de zin rechtvaardig te zijn en te blijven. ten opzichte van die persoon die daar staat. moet een rechter ook interpreteren. interpreteren. Precies. En daarmee ook in zekere zin het recht opnieuw uitvinden. Ja. Hij kan niet nee. een juridisch oordeel afleiden. alsof nee. het een syllogisme nee. is nee. uit de wetten precies. die verankerd zijn. Geen deductie. Exact, precies. Ja. Nou, daar, daar, daar zit wel een, een element van wat Benjamin hier in die tekst bedoelt dat een rechtvaardigheid doen iets elke keer nieuw is. Ja. En dat verschil tussen recht en rechtvaardigheid... Uh, dat rechtvaardigheid op een bepaalde manier ook altijd dwars staat op het recht... dat verbindt hij dan met goddelijk. Ja. Met, met dat begrip goddelijk geweld. Ja. Ik zou, ik zou zeggen, ik heb de tekst zelfs, zelfs afgelopen dagen nog, nog weer eens gelezen. Dat dat woord God, dat associëren wij natuurlijk met van alles, dat dat eerder staat voor precies dat verschil. Tussen recht en rechtvaardigheid. Ja. Het is als het ware de metafoor van dat verschil. Dat recht is niet hetzelfde als rechtvaardigheid. Ja. Ja. En de, de, de koestering daarvan, de. de het kostbare daarvan. Het, het soevereine ook daarvan. He, op het einde, helemaal op het eind zegt hij ook. Het goddelijke geweld mag het soevereine heten. Ja. Dat, dat associeert hij met dat woord God. Precies. Dit, en om dat verschil ook te, 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 handha te handhaven, ja. te erkennen. Ja. Elke keer opnieuw. Ja. En dat, dat maakt de tekst ook, um, denk ik, ook. Nog steeds super actueel. Ja. Want ja, die ervaring van recht versus rechtvaardigheid, wie maakt dat niet mee? Ook, ook in een land als Nederland. Ik praat nog niet eens over, uh, over landen waar uh, geweld aan de orde van de dag is, elke dag. Ook, ik praat ook nog niet eens over oorlogen. Ja. Dus daar, daar, daar is denk ik de tekst nog. Heeft niets van zijn relevantie verloren. verloren. Nou, misschien is het ook interessant om een aantal van die aspecten van dat goddelijke geweld. die je net benoemt, wat nader uit te pakken. Om te beginnen misschien toch nog wat te zeggen over. Benjamin benoemt natuurlijk ook specifiek. Goddelijk. nou, dus nog niet zozeer goddelijk geweld. Op een zeker moment bespreekt hij de tien geboden. Ja. uit het ja. Oude Testament. En hij ja. doet een soort van herinterpretatie van die geboden. En hij zegt dus ja. precies hier: van dit zijn dus niet regels. Dit zijn ja. niet regels ja. die altijd en overal hetzelfde moeten gelden. Dit zijn. Ja. Richtlijnen. Zeg je zelf over een richtsnoer. Ja. Ja. Dus het is precies dat aspect van het vraagt dus om een constante herinterpretatie ja. van uh, de wet. Ja. Ja. Um, Zelfs als het gaat over die uh, natuurlijk uh, beroemde regel: Gij zult niet doden. Gij zult niet doden. Het zesde gebod. Het zesde gebod. Daarvan zegt hij van: Kijk, dat kun je natuurlijk dogmatisch opvatten en dan vat je het op als een soort absolute norm. Ja. Benjamin zegt nee, dat, dat is eigenlijk niet de juiste manier van omgang met die regel. Het gaat erom dat je dus worstelt met die opdracht. Gij zult niet doden. Ja. Dat kan in sommige gevallen toe leiden dat je wel doodt. Ja. Die mogelijkheid laat hij open. Precies. Het kan dus hè, extreem geformuleerd zelfs rechtvaardig zijn ja. om te doden. Ja. Goed om te doen. Ja. Dat, dat is het soort van. Manier waarop. Waarop Benjamin zo'n zo zo gebod dan, dan leest. Precies. Misschien is het. Wat dat ook interessant. Om een ander detail. Hè, die in het tekst zit. Die mij geweldig heeft bezighouden. Dan zegt hij op een gegeven moment. Uh, waar komt die toch die bewondering vandaan. voor de. grote misdadiger? Mm. Bij het volk. Ja. Hè, want dat was in zijn tijd zo. Van. Uh, dat mensen van hele ernstige en grote misdadigers... toch een soort heimelijke bewondering daarvoor hebben. Precies. Die natuurlijk dubbelzinnig is. Want als het jezelf treft dan... Hè? Dan vind je het vreselijk. Afschuwelijk. Mogelijk zou je zo iemand persoonlijk ook niet willen kennen. Nee. Maar van een afstand. Nee. Ja. En is, ook in onze eigen tijd. Is het toch niet fascinerends. Precies, ja. Wij kennen ook wel dat soort figuren ja. denk ik in onze... Ja, dat kun je zo noemen. Je ja, hebt natuurlijk Holleder. Ja. He, ja. Die een bepaalde fascinatie oproept. Ja. Vandaag is het gaat het bijvoorbeeld over Taki. Ja. Een tijdje geleden ging het over Jorah van der Sloot. Ja. Kijk, over dit soort, dit soort personen moet je Precies. dan denken. Nou, en hij heeft daar eigenlijk een gedachte over die mij geweldig heeft, heeft beziggehouden. Want hij zegt dan: misschien is het zo dat die, die heimelijke bewondering of fascinatie voor dat type van misdadigers. De grote misdadigers. De grote, de grote misdadigers. ...iets te doen heeft met onze fascinatie voor mensen die in staat zijn... ...en feitelijk de rechtsorde uitdagen. Ja. Dat. Ja. Hè? Want zij, zij doen het. Ja. Zij durven het. Mm. Ze doen het gewoon. Ja. Met alle risico's, met alle enzovoort. Soms verdwijnen ze inderdaad helemaal in de gevangenis. Maar zij doen het. En zij zijn eigenlijk de incarnatie... Van, ook van een bepaald. ambitie of verlangen. om de rechtsorde om te gooien. Mm. Om, om ver te werpen. Zij doen het als het ware. Ook, ook een beetje vergelijkbaar, want dan kunnen we ook de band met Nederland makkelijk maken. met. zogeheten charismatische politici. Ja. Die wij natuurlijk de laatste tijd weer een aantal gehad hebben in Nederland. Precies. Hè, de, ook daar is een zekere. De, ook de neiging daarop te stemmen... is de neiging om te zeggen van... Hey, die persoon is moedig genoeg... om de bestaande macht uit te dagen. Zoals Pim Fortuyn een voorbeeld daarvan was. Wilders op zijn manier. Uh, en vandaag... Uh, of gisteren... Uh, uh, mevrouw Van der Plas. Ja, ja. En misschien nog duidelijke types als Baudet... omdat hij ook daadwerkelijk ja de legitimiteit van de orde als zodanig betwisten ja, betwist. Hè? nu ook weer zeggen ja. van die verkiezingen zijn doorgestoken kaart ja, dan komt bijna nog duidelijker dat dit figuur ja. van die grote crimineel hij zegt ook ja. daadwerkelijk ja. van dit geldt niet voor mij ja, Gel ja. Dus een beetje je buiten of boven de wet plaatsen. En daarmee de wet dwingen om zich nog Precies. potenter ja. ten opzichte van jou te positioneren. Ja. Ja. Wat natuurlijk ook weer bijdraagt aan die bewondering ja. van het volk voor die crimineel. Want ja. nu wordt pas duidelijk tegen wat voor goliath de crimineel zich eigenlijk uh, heeft opgeworpen. Ja. Nou. Ja, een ander voorbeeld, voorbeeld waar ik in mijn jeugd nog mee te maken had... dat was de zogeheten Rote armee RAF. Ja, Die terroristische bewegingen in de jaren zeventig ja. in Duitsland. Precies. Die hadden min of meer expliciet als doelstelling... om het ware gezicht van de Bondsrepubliek te laten zien... Ja. met hun aanslagen. Want de gedachte was... hoe verder wij gaan of durven te gaan... Met onze terreuraanslagen, hoe duidelijker zal het Duitse volk zien dat de Bondsrepubliek eigenlijk in de kern nog steeds een fascistische staat is. Precies, ja, ja. Dus eigenlijk wij dwingen ja. op een zeer rationistische manier ja. de staat om zijn ware gezicht te laten zien. Ja, de ware gezicht te ja. laten zien. Ja. En de macht, en eigenlijk he, ja. de, 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 de ja. uh, uh, hoe noem je dat inderdaad? Ordinaire machtspolitiek, die Precies. uiteindelijk ten grondslag ja. ligt aan elke rechtsorde. Ja. En, en die, die, wat jij nu noemde, ordinaire machtspolitiek, dat interesseerde Benjamin. Want wat, wat hij eigenlijk duidelijk maakt in de tekst, dat uiteindelijk moet recht het hebben van geweld. Dus voor ons natuurlijk, als wij gewoon in een rechtsstaat leven, is dat een raar inzicht. Waar wij denken, nee, recht is toch eigenlijk het tegenovergestelde van geweld. Dat is mooie procedures, er zijn wetten, er zijn uh, juridische uh, besluiten die dan vallen en ze worden dus een eindeloos spel waar wij eigenlijk aan gewend zijn. Benjamin zegt, ja, dat, is, dat kan lange tijd goed gaan, maar het. het de kern van de wet zit ergens anders. En ook, ook dat is een detail wat geweldig intrigerend is in de tekst. Dan heeft hij plotseling een hypothese over de doodstraf. Mm -hmm. Dan zegt hij zoiets van, um, de critici van de doodstraf, die je toen natuurlijk al best veel had, hebben altijd intuïtief aangevoeld dat het. Kritiek op de doodstraf niet zozeer kritiek op een bepaalde strafmaat is, maar eigenlijk kritiek op het recht als zodanig en een inzicht dat er dus ook iets gemankeerd is ja. in het recht als ja. zodanig. Dus wat zij eigenlijk dan eigenlijk aan de orde stellen is de kern van, de, van het recht heeft te maken met een soort arbitraire macht. Daar heeft hij heel wat passages in, in die tekst. Die categorie van arbitrariteit is ja. centraal eigenlijk ja. in de hele tekst. Ambiguïteit, ja. indifferentie, ja. dat zijn termen die komen de hele tijd terug ja. in relatie tot het idee ja. van de wet. Dus de ervaring. Kijk, in, in een land als dus Rusland momenteel is die ervaring heel manifest. De staat van Rusland is een totaal arbitraire staat intussen. Als, als burger kun je daar. Je bent eigenlijk een vlieg. He, de film Leviathan, mm. iedereen zou die eigenlijk moeten zien als het gaat over mm. Poetin-Rusland, ja. laat dat eigenlijk zien. En daar gaat het over een, 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 een persoon, een gewoon, eenvoudige Russische burger, die eigenlijk vermalen wordt door de kleptocratie van Poetins staat. Ja. Hij, heeft, hij heeft niks te vertellen ja. en hij wordt echt letterlijk verpletterd. Ja. Nou, daar, daar is het dus evident. Wat Benjamin zegt eigenlijk van de doodstraf. Het bestaan van de doodstraf wijst erop dat de kern van het recht eigenlijk ligt in dit arbitraire aspect van de macht. Je kan doen wat ze willen met jou. Ja. Met jou als, als individuele burger. Ja. Je bent machteloos. En jouw hele leven ja. is als het ware in de wet geïncorporeerd. Ja. Eigenlijk komt de ja. wet aan het eind van de dag niet meer... Op niet meer neer, volgens Benjamin, dan een, eigenlijk het vermogen om te beslechten over leven en dood. Precies. Dus zeg maar, de beslissing over leven en dood, is, dat is eigenlijk wat hij daar zegt: is dat niet eigenlijk de ruwe of rauwe kern van het recht als zodanig? Precies, precies. Dat, dat is wat hij te denken geeft. Ja. En natuurlijk, wij zijn geneigd om dan zwaar in een protest te schieten... en te zeggen, nee, maar dat is helemaal niet waar. Dat geldt alleen voor autocratieën ja. of voor dictaturen ja. enzovoort. Godzijdank hebben wij in Nederland enzovoort. Wij schieten in de verdediging. Toch, toch moet je daarover nadenken. Hij zegt ook van, kijk, primitieve rechtsverhoudingen... daar was bijvoorbeeld... als je iets gestolen werd, stond er al de doodstraf op. hè? Precies. Zeg maar ook, ook staten zoals die van Saddam Hussein. Ja. Daar kon je zomaar ook gewoon, hè, je verdwijnt gewoon. Ja. He, die, die, die gedachte, je verdwijnt gewoon. Ook, ja. ook in China speelt dat natuurlijk nog steeds. Ja. Nou, als je kijkt naar Guantanamo in Amerika, je ja, nee, je ja. ja. natuurlijk ook meerdere van dat soort. Inderdaad, inderdaad ja. uh, uh, eigenlijk ja. onzichtbare zones ja. Ja. Uh, ja. Van, van, van twijfelachtige uh, legaliteit of juridische ja. status, waarin ja. dus eigenlijk voor Benjamin de werkelijke, het werkelijke gezicht van de wet heerst. Ja, precies, precies waar ja. dus eigenlijk de wet ja. niet is opgeschreven, waar ja. de wet ongeschreven blijft. En waar het ja. dus onduidelijk is voor de, het subject. Ja. Wanneer ben ik nou in overtreding of niet? Precies ja. is dat eigenlijk waar de wet jou wil hebben ja, in een Ja, maar dan ben je eigenlijk ook een beetje speelbal. Ja. Ik weet nooit. Ja, nee. He, je, je verkrampt. Nee. Want nee. je weet nooit je, wat je kan doen. Nee. Nou, en daar ook, kijk bijvoorbeeld, hij, hij spreekt niet over, over die auteur. Maar neemt zo iemand als Thomas Hobbes, ja. die auteur van dat boek Leviathan. Precies. Ook eigenlijk. Een soort pleidooi om een soevereine macht te aanvaarden als burger die in onveilige situaties leeft. Precies, eigenlijk een, een oorsprong van de idee van zo'n geweldsmonopolie ja, bij de staat. een geweldsmonopolie. Iedere, iedere burger ja. vrijelijk geeft zijn eigen ja. geweld op. Aan de staat ja, die, uh, die dan eigenlijk ook vrij spel heeft. Precies. Dat geeft Hobbes min of meer openlijk toe. Ja. Hij heeft het ook over zulke woorden als... als de, stag, de staat moet ontzag in boezemen. Mm, mm. Oh, ja, ja. ontzag. Als we nu kijken Heuvel. naar die recente coronafiles in Engeland, hè, de ja. angst voor, ja. <laughs> voor de vaccinaties, voor het, ja. het virus moest enorm. Nou, daar komt ook weer iets van dezezelfde ja, dynamiek die, in naar ja. voren. Ja. ja. En inderdaad, elke, elke staatsmacht is vroeg of laat, en met name in crisistoestanden, geneigd terug te vallen op. Dit rauwe element van huiver, ja. uh, ontzag afdwingen, dreiging uit te ja. Ook onze rechtsstaat hè, is ook, het is dreiging. Elk, elke sanctie is een dreiging. Ja. Door elke keer als je een, een verkeersboete krijgt. Dan staat ja. daar gewoon van: u moet betalen voor die datum. Ja. Zo niet, wordt de bedrag dan, verhoogd. Precies. Daar zit dus de dreiging al in. Ja. Het begint bij heel eenvoudige. Ja. Uh, verboden toegang onder artikel. Ja, ne, ne. Uh, precies. Dus Breed op eigen risico. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Het volgende stadium is natuurlijk ook van, nog steeds onze eigen rechtsstaat. Dreiging, Dan heb je drang. Ja. ja er, wordt, er komt een deurwaarde of zoiets. Ja. En tenslotte geweld. Je kan zelfs in de gevangenis komen als je je belasting niet betaalt. Dus de dwang, weet uh, dat Ja, die, in, in die. Volgorde is ook onze rechtsstaat toch uiteindelijk opgebouwd. Ja. Dat daar een element zit van, inderdaad, een, 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 een dreiging die ons zacht moet afdwingen. Van hé, hey, ik moet wel oppassen, anders dan raak ik hier in het kielzog van dit soort volk. Precies, Hè? Ja. Als, als burger. Ja. Nou, in, in de tijd van Benjamin, dat is natuurlijk honderd jaar geleden allemaal. Was dat in die nieuwe Weimar Republiek natuurlijk ook gaande. We hadden al van: het is, eigenlijk was het een experiment. Het was het eerste democratisch Bezien. experiment. Ja. En er waren ook mensen die wilden een eind maken aan dat hele experiment van links en, en van rechts. Dus het is in die context eigenlijk, natuurlijk dat je die tekst moet lezen van 1921 van, van, van Benjamin. En inclusief al die elementen over. Ja, inderdaad. De bewondering voor de misdadiger. De bewondering voor de uitdagers van de staat. Ja. Kritiek op politiegeweld. Kritiek op politiegeweld. Want ook daar heeft hij het al over. Ja, hij heeft het over politiegeweld. Heeft ook iets heel raars. En, en ook dat is herkenbaar voor ons. Politie moet de wet handhaven. Heel eenvoudig. Dat, dat is de taak van de politie. Maar, we weten allemaal. Er zijn ook heel wat politieacties waar, waar je het gevoel hebt: nou, de politie is ook de wet aan het uitvinden. Aan het stichten. Ook wat helemaal niet in de wet staat, doen zij. Ja? Dus, um... Waar geen precedent is, inderdaad. Het is natuurlijk ook, er wordt veel geïmproviseerd, zou je kunnen ja, zeggen door de politie. Ja, ja. Je, kan, je kunt dat improvisatie precies. noemen. Je ja. kan ook zeggen van um, interpretatie mm -hmm. van de wet. Ook, ja. ook dat moet de politie doen. Ja. Wat is hier nou eigenlijk precies toegestaan? Ja. Of inderdaad, Benjamin heeft het over politiegeweld. heeft zich helemaal losgezongen van de wet in zijn tijd. Precies. Hè? Ik, ik zou wat dat betreft voorzichtig zijn over het oordeel over onze politie. Ja. Ik vind het zelf niet zo slecht doen, eerlijk gezegd. Nee, en het is ook niet hè? te vergelijken natuurlijk met nee. het. In die Benjaminstijd nee. gaat het ook echt over liquidaties van politieke ja, tegenstanders. Ja. Um, um, ja. Ja. En hè, natuurlijk wat inderdaad ook een beetje historische context. maar veel van de. Um, mensen die in het leger hadden gezeten en die meer royalistisch waren, of in keizersgezind waren ja. in die tijd, die werden ook min of meer als officieuze politietroepen ingezet. Vooral in die vroege, ja. onrustige dagen van de Weimar. Dus er was ja. ook wel, uh, aanwijsbaar, ja. was er ja. veel onzekerheid rondom de status van de politiekrachten. Ja, precies. Van, de, van de, de politiemacht, ja. ja. Dus da daar komen zulke opmerkingen vandaan, ja. dat hij eigenlijk zegt dat de, de, de macht van de politie in de, in, in de staat als de onze is. Hij gebruikt letterlijk het woord gestaltloos. Ja. Eigenlijk zonder vorm. Een gespensterische, hè? Ja, okay. ja. ja. Spook spookachtig. spookachtig. Ja. Het, het kan zomaar opduiken, Dat, dat je als burger daarmee te maken krijgt. Ja. En die, die arbitraire... Het arbitraire karakter is natuurlijk ook iets... En ook dat is heel goed actueel te maken... Is ook iets van de bureaucratie. Ja. Mensen die het geleerd hebben onder de toeslagenaffaire... Ja, opnieuw, precies. Naar de toeslagenaffaire, ja. Is, is dat ook van hé, hey, je weet nooit. ligt er morgen weer een, een envelop de mat? Ja. Of, ja. of erger? Ja. Word, word, mij nu, word, word ik nu eigenlijk opgepakt? Precies. Of word ik. Ik heb met uh, Maaike dus, van Charante. en dus zij heeft gewoon. in de Schilderswijk. ze heeft daar schitterend een boek over geschreven. Dat is ook een gesprek hebben gevoerd op dit kanaal. voor mensen om te kijken. Daar ging het ook over hoe tijdens de, hè, dus de grote san sanitatieplannen die de gemeente ja. had voor die wijk, dat er elke dag kon er weer een nieuwe ja. rode envelop van de ja. gemeente liggen. Je ja. wist niet wat er ja. gebeurde. Ja. Precies ook dat. Hè, het, maakt je bijna, het maakt je ook weerloos. Ja. Het maakt je bang. Ja. het maakt je ja. ook, hè, Dus ook als het gaat om jouw democratische ja. participatie, ja. wordt ook daarmee natuurlijk danig ingeremd. Want je bent voortdurend ja. op, je, op, op je hoede. Voor kom ik de volgende ja. dag nog wel door. Hè, dus, en dit is, dan, dit is dan dit voorbeeld, maar er zijn ook andere. Ik bedoel. Luister naar vluchtelingen, mm, wat ja. die meemaken. Het ja. heeft hier mee Absoluut. te maken. Ze weten niet waar slaap ik morgen. Ja. Is er nog wel een plek voor mij daar en daar? wordt word mijn hele familie uit elkaar gerukt. Dat soort ervaringen hebben ook te maken met wat Benjamin beschrijft als dat arbitraire aspect van de magie. Wat inderdaad verschrikkelijk is, omdat het eigenlijk elke vorm van Voorspelbaarheid, waar je als burger rekening ja. mee kan houden, eigenlijk vernietigt. Exact. En ook, ook daar ligt een band met het boerenprotest, dat dan zich nu electoraal heeft vertaald. Mm -hmm. Want als je boeren beluistert, dan is het ook vaak van. Wij weten niet waar we aan toe zijn. Met deze regering, ja. met deze plannen, met ja. uiteindelijk uitstel van dit, uitstel van dat. We weten niet wat we moeten doen. Ook daar zie je iets dat arbitraire, die willekeur. Van de macht in een nieuw jasje. Want ik, ik wil Nederland niet van Nederland geen despotie maken of, of dictatuur of zoiets. Maar dat arbitraire aspect zit wel in, in dit soort systemen en dit soort reacties op, op wat er in Nederland gebeurt. Precies, precies. Nog een ander voorbeeld waar ik iets meer mee te maken heb gehad, omdat ik best veel in gevangenis heb gewerkt, mm. is bijvoorbeeld de behandeling van gevangenen. Ja. Ook gevangenen hebben, voortdurend het gevoel dat dus ze ja. moeten oppassen. Om niet te maken te krijgen met arbitraire maatregelen. Inspecties, controles. Ja. Ja. Dus ook dat is, is nog zo'n voorbeeld. Ja. Ja. Dus de, ook daar is die ervaring ja. van dat de macht in de kern iets arbitrairs is, ja. waar, je als, waar je eigenlijk niks te vertellen Cies. hebt als Cies. burger. Cies. Nou, we gaan ook langzaam richting de afronding. En ik wilde misschien op die. Uh... Op die noot niet eindigen, want we hebben natuurlijk inderdaad een aantal verschillende uh, aspecten van die arbitrariteit van de macht hebben we besproken. Um, er is nog veel meer over te zeggen. We raden mensen dan, denk ik, ook van harte aan om zelf het boek van Benjamin uh, erbij te pakken. Het is een zeer doorwrochte tekst. Maar heel kort, inderdaad, iets van 20 ja, pagina's. 25 bladzijden. Maar dus... ongelooflijk rijk. Ja. Uh, ik zelf ben er ook ja. echt al jaren mee bezig en je haalt nog steeds nieuwe dingen uit. Dus dat zou ja. ik sowieso aanraden. Ja. Maar misschien om op een iets hoopvoller noot te eindigen. Ja. Hoe spiegelt, dan kunnen we nog even terugkomen op dat concept van goddelijk geweld. Wat ik ja. zelf interessant vind, een beetje me lijkt eigenlijk op twee momenten. Hij schetst natuurlijk die hele... Cyclus van de arbitrariteit van geweld, waar we het net over hebben ja. gehad. Hij doet dat ja. op een hele secure manier, eigenlijk op een dialectische uh, methode, hanteert hij ook wel telkens verdere onderscheidingen maken in bepaalde ja. concepten. En op een gegeven moment komt hij er dan uit. We hebben nu kunnen constateren dat eigenlijk in de kern ligt er deze arbitraire machtsintentie uh, 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 um, aan, uh, aan de bodem van elk. Mogelijk rechtssysteem. Ja, mo mo dus kunnen ja. we nu vormen van het handhaven van rechtvaardige orde, die, zijn die indenkbaar los van de wet of buiten de wet? En eigenlijk ja. schetst hij dan twee soorten mogelijkheden buiten de wet. Enerzijds heeft hij dus ook over vormen van geweldloosheid. Ja. En daar onderscheidt ja. hij dan dus onder andere ook de rol van de diplomaat, gewoon het onderhoud ja. rondom ja. goede. Hij heeft het ook over de uh, revolutionaire opstand uh, in die context waarin het zo gaat. Om, dit gaat eigenlijk allemaal om. Ja. Het bemiddelde vormen, of vormen van bemiddeling zou je eigenlijk kunnen zeggen. En de vormen van bemiddeling die dus ook bemiddeld zijn door goederen. En conflicten ja. rondom gewoon goederen, daar moet je het dan vervolgens goed over hebben. Er zijn ook technieken die je kan inzetten om te komen tot gepaste distributiemiddelen. Dus er zijn wel degelijk manieren waarop mensen ook op een vreedzame manier hun, hun conflicten kunnen beslechten. Maar dat zijn dan allemaal geweldloze manieren ja. van, van voortschrijden. Dan heeft hij dus... Ten slotte zegt hij, maar het probleem van deze geweldloze vormen van, van menselijk onderhoud met elkaar en van, van conflictbemiddeling is dat ze uiteindelijk niet opgewassen zijn tegen precies dit perverse karakter van de wet. Ja, en dat idee ja. van geweld moet altijd een nieuwe orde optuigen. Ja. En dan introduceert hij dus dat idee van een onbemiddelde vorm van puur geweld. Ja. Het Goddelijke geweld. Ja, en dat associeert ja. hij ook wel, dat vond ik altijd interessant, dus ook met de rol van de leraar ergens. Hij heeft het ook over syrisch geweld in die context. Ja, een soort ja. van stichtelijk, stichtend geweld. En dat is ja. niet wetstichtend, maar meer stichtelijk, uh, bijna beeldoengs georiënteerd. Ja, geweld. opvoedend. Eh, opvoedend geweld, goed gezegd. Ja. Ja. Hoe ja. kijk jij naar die relatie tussen dat opvoedingsaspect en, dat, en dus dat goddelijke, dat goddelijke geweld? Hoe, hoe ziet Benjamin de relatie tussen die twee? Tussen opvoeding en het goddelijke ja. als zodanig? Nou, Inderdaad, de voorbeelden die je noemt, diplomatie. Ja. Ik zou ook, ik las de tekst nou opnieuw en inderdaad, er zit ook een zekere pleidooi af en toe voor wat wij tegenwoordig herstelrecht noemen. Exact, ja. ja. Herstelrecht is eigenlijk ook een manier, een, in die zin ook alternatief voor strafrecht. Dat ook, bij, ook bij strafrecht kun je de vraag stellen, wat lost strafrecht eigenlijk op? Want je vergeldt leed met het toebrengen van nieuw leed. Ja. Hè? Zo, zo heet het ook officieel. Ja. Gewoon leedtoevoeging ja. als onderdeel van de straf. Maar een oog om oog achter. Je de... kunt zeggen: what's the point of that? Ja. Om, om leed met meer leed te vergelden. te vergelden. Nou, herstelrecht is ook een soort alternatief daarvoor. Om inderdaad minder te vertrouwen op de mechanismen van het recht en het strafrecht meer te vertrouwen op het directe contact, net als dat die diplomaten dat doen in het beste geval, ja. het directe contact tussen de, zeg maar, conflicterende partijen. Of daar niet ook een alternatief zit, eigenlijk voor rechtsprocedures als zodanig. Hè, in, in Nederland is het herstelrecht ook best in, in, in de lift. Ja. Interessant genoeg, er is een hele stichting voor en er zijn best heel veel mensen die daar eigenlijk uh, daar hoop van krijgen, ook, ook om iets aan ons strafrecht te doen. Dus de band met het goddelijke geweld, zou ik zeggen, is dat, uh, kijk, het, het heeft in het ergste geval, of in het slechte geval, is het leunen op recht, heeft ook iets gemakzuchtigs. Je kunt zeggen van, uh, sommige mensen inderdaad doen, van jij levenslang, want ik heb ook levenslang. Ja. Dat, hè? Ja. Wam, wam. Ja. Nou, heeft ook iets, iets gemakkelijks. Herstelrecht maakt je, maakt, je, maakt je het ook moeilijker. Want je gaat echt in op menselijke betrekkingen. Hoe daar iets aan te helen valt. Hè? Daar, daar. Precies. Nou, dat, dat helende aspect, dat associeert. Benjamin in, die, in de tekst met goddelijk geweld. Mm, mm. Met iets wat inderdaad buiten het recht staat en toch het recht ook inspireert. Want kijk, ik ben ook sceptisch over de vraag of wij een totaal niet uh, het zonder recht kunnen stellen, natuurlijk. Hè, er zijn een paar passages, wat ik denk, haak ik af bij Benjamin. Te anarchistisch. Ja, te anarchistisch. Ja, ja. Dat die, uh... Maar ik, ik, ik kom wel af en toe ook vandaag, ook vandaag hoor, mensen tegen die zelfs bij iemand als Kant een soort anarchistisch geweld geformuleerd zien. Mm. Hè? Bij, bij Kant heb je ook soms formulering: wat is anarchisme? Dat is uh, normen zonder recht. Zonder dat die juridisch worden ge gecodificeerd en vastgelegd en met sancties voorzien enzovoorts. Dus ka zelfs Kant was er niet helemaal ongevoelig voor dat er ook een niet-juridische manier van recht doen ja. kan bestaan. Ja. Hè, nou, en, da en daar zit natuurlijk ook de, de, de religieuze geschiedenis, onze religieuze tradities hebben natuurlijk ook dat, dat aspect gehad. Dus neem bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie. Dat mm. was ook een poging om niet alleen maar met strafrecht te reageren op maatschappelijk onrecht. Maar op andere manieren, door waarheid te spreken, ja. mensen te vragen dat te doen, ja. door zelfs over vergeving te beginnen. Nou, daar is ook veel kritiek op gekomen, mm. voor een deel ook terechte de kritiek. Ja. Maar ook dat was een poging om te kijken: van is er nou iets mogelijk wat niet direct weer in die cyclus vervalt van het recht en het strafrecht en het stichtende geweld en het behouden, het handhavende geweld ja. enzovoort? Ja, we vervangen de oude heersende klas door een nieuwe heersende klas. En dan ja. hopen we maar dat het tijdje weer goed komt. Precies, ja. ja. Hoe kunnen en dat we we daar weten van? Maakt van... Het, de tekst van Benjamin nog steeds eigenlijk fascinerend. Ja, ja. Nou, dat lijkt me ook wel een hele mooie noot om dit gesprek dan op te eindigen. Ja, okay. onverminderd relevant. En inderdaad, er zijn nog genoeg, denk ik, uh, uh, fenomenen in onze hedendaagse politiek. die ook een duiding à la Benjamin. Uh, nou, waarvoor dat zeer geschikt zou uh, zijn. Dus Theo, ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Uh, okay. Zeer aangenaam onderhoud. Onze kijkers wil ik natuurlijk opnieuw weer even vragen. niet te vergeten dit gesprek te liken. Uh, je even te abonneren op ons kanaal. Zet dan eens even de notificaties aan, het belletje. Want dan krijg je ook telkens weer een um, bericht. Op het moment dat er een nieuw gesprek van ons wordt uitgezonden, uh, jullie weten, wij zijn sterk afhankelijk van jullie steun. Onder al onze gesprekken staat een linkje met daarin meer informatie over hoe je ons uh, ook monetair uh, wat verder kan helpen. Dus ik zou je willen vragen: kijk daar ook even op. Voor nu weer hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links in beeld. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank je bij voorbaat van harte.